Soms zou ik willen dat er een plek bestond waar ik kan onderduiken. Een plek waar je alle tijd krijgt om na te denken. Ergens waar niet zoveel van je verwacht wordt. Kan jij een beetje hard werken, Noordiel? Noordiel, mevrouw. Mooi, mooi. Want het kan een rijke ervaring voor je zijn, hoor. Dat hier is een hele goede leerschool. Het is toch de wereld in het kleine. Ben jij net zo'n sukkel als al die anderen? Weet je zeker dat je hier wil komen werken? Waarom? Waarschijnlijk omdat je te dom bent om ergens anders aan de bak te komen. Nee, kom. Het belangrijkste van de keuken is dat jij je plaats kent. En jouw plaats, vriend, is helemaal onderaan. Dit is het restaurant, dit zijn de klanten. Daar heb jij helemaal niks mee te maken. Je praat niet met ze, je praat überhaupt met niemand. Tenzij iemand je wat vraagt. Je doet sowieso alles wat er van je wordt gevraagd. Je weigert nooit, je klaagt nooit. Niemand, maar dan ook echt niemand hoeft rekening met jou te houden. Jij bent hier maar voor één ding en dat is andere mensen dienen. Als je iets fout doet, dan ben je de lul. En als je iets goed doet, jongen, we willen het niet eens weten ook. Jouw wereld is helder en overzichtelijk. Jij bent hier helemaal niks. Oké, we gaan. Het enige wat jij hoeft te doen is afwassen. Ik geloof ook wel je handen vol aan. Als het nog zo zijn, dan is het super. Dan ga je hier niet rondlopen en vragen mensen, wat moet ik doen? Nee, je bedenkt bij jezelf, wat is hier de grootste kutklus die je kan doen? En die ga je dan vervolgens doen. Hey! Knokken, alle twee, doorwerken. Ali, wat is er? Wat is er? Ik zit te slapen. Moet je helpen? Nee, kom. Hey. Pauze krijg je pas als ik het je zeg, ja? Emma! Oh, ja, maar! Noordiel. Slagroommachine. Schoonmaken. Wat kijk je? Niks, ik... Heb je soms een oogje op mij of zo? Nee, helemaal niet. Ik ben bezig met het... Hey, Noordiel, wel een beetje doorwerken, hè? Check even of je niet verstopt zit. Dan moet je die knop indrukken. Ja, nee, die bovenste. Mm-hmm.